Heb je wel eens geprobeerd om een peer te creëren? Nou, dat gaat niet lukken, want daar gaan wij niet over. Nee. Een peer wordt gecreëerd door het grote geheel. Vroeger dacht ik dat het allemaal gewoon was, dat de oogst, als de oogst werd binnengehaald, ja, dan zet je hem gewoon neer en je eet hem op. En dat is natuurlijk ook wel zo, hè. Ik hoef niet de hele dag op mijn knieën dankbaar te leggen voor alles wat, wat zich aandient. En het is mooi om af en toe stil te staan dat de oogst toch weer binnengehaald is. En dat die voor mij beschikbaar is, ook voor jou trouwens, hè. Dus mocht je een peertje willen, voel je vrij.